Wat we hier zien is een moestuin. Is een beetje, er is nog niet zoveel te doen in die moestuin, maar dat komt omdat het winter is. Maar het is wel een hele bijzondere moestuin. Want zomers gaat Edwin Vinken, onze superkok uit Zeeuws-Vlaanderen, die gaat hier zijn verse groenten plukken met zijn koks. En dat zijn de aardse, het aardse onderdeel van het menu. Maar hij heeft ook heel veel zilte producten uit de Westerschelde en uit de zee. Hey, daar is Edwin. Ontzettend leuk om je te zien. Kijk eens, de Zeeuwse schelpjes. Als we toch in Zeeland zijn, moet ik gelijk Zeeuws beginnen. Nou, jee, het ziet er mooi uit. Dus ik heb hier de oestertjes, hè? Ja. Met margarita. Een paloede met komkommer. Wat is een paloede? Een paloede is een schelpje wat ze hier op het land laten groeien. Dus die geven ze zeewier, algen. Ja. En dat water gaat erover, kunstmatig. En die groeien hier op het land. En de Ierske. Scheermesjes, ja, logisch. Hè? En dan hebben we een eclairtje met zeewier. Dus ik wens jullie heel smakelijk, hè? We zijn hier zo rijk, we hebben zoveel producten en we hebben zoveel mooie producten hier, dat je hier gewoon niet omheen kan. Dus waarom zouden we het nog van verder weg gaan halen als we het hier allemaal hebben? Als je het heel kort houdt, en dat is met die visserij precies hetzelfde natuurlijk, de vis, als we precies weten waar die vis zwemt, wat die vis eet, dan kunnen we heel makkelijk die gerechten op aanpassen. Dus als een vis bijvoorbeeld zijn tong of een tarwot op de vloer zwemt, dan geef je daar prei bij, dan geef je daar knolzaal erbij, dan geef je daar aardse smaken bij. En als je nou een vis hebt dat is een zeebaars die hoger zwemt en die allerlei schelpjes zit, dan geef je daar weer schelpjes bij, en tomaten en paprika's en dan ga je die kant op. Dus we kijken altijd wat eet zo'n vis of zeewier bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld de kreeften die zitten tussen het zeewier. Dan kun je heel makkelijk ook weer die combinatie van kreeft en zeewier maken. We hebben onze eigen tuin natuurlijk, waar we groenten uithalen. En je gaat natuurlijk hier de dijk over en dan heb je heel de schelpjes liggen. En de Oosterschelde natuurlijk vlakbij. Ja, precies. Dus ja, meer hebben we niet nodig. Maar hier ligt het dus helemaal vol met mosselen. En waarom? Want nee, verder ligt er niks. En zeewier. En zeewier, ja. Maar daar kun je niks mee, hoor. Klakkers noemen wij dat, hè? Klakkers. Van die ploppers. Ja, daar is op gestaan een ploppers, hè? Ja. Nee, ik heb er al alles mee geprobeerd. Ik heb ze proberen te koken, ik heb ze proberen te drogen. Maar het wordt één grote slijm. Nee, daar kun je niks mee. Ze gebruiken het voor hun tandpasta, een shampoo en zo, hè? Dit, hè? Ja. Oké. Okay. Oh, dus ik kan nog wel iets mee? Ja, ja. Maar het is een soort bindmiddel, een soort gelatine-achtig iets. Hey, hier ligt van alles eetbaars. Ja, hier liggen van alles. Kokkeltjes en schelpjes. En kijk, hier heb je. Hier ligt alles tussen. Dus kijk, dat klit allemaal aan elkaar. Dit zijn gewoon wilde mosselen. Hè? Ja. Kijk, dan kunnen we ze meenemen en kunnen we ze klaarmaken straks. Hè? Wie het leuk is, dat is deze dingetjes en die zitten echt vol met vlees. En dan zeggen de mensen, maar god, ik wist niet dat het bestond, zo klein. Maar mensen zijn natuurlijk gewend van zulke mosselen. Zulke mosselen, ja, maar die zijn ook ooit jong geweest natuurlijk. Ja, maar het zit heel klein, maar het zit vol met smaak. Edwin, dit ziet er heel erg lekker uit. Ik kan me alles bij voorstellen. Maar wat doe je nog meer met spullen uit de rivier? Dit is wat we hier vinden nu. Ja? Wat er heel veel is natuurlijk heel veel zeegroentes aan die kant. Ja? We hebben schorrekruid, we hebben lamshoorn, zeekraal, melden, van alles. En de rest halen we eigenlijk uit de Oosterschelde. Want de Westerschelde is wat dat betreft wel arm. Dus moet je echt in de Oosterschelde zijn om daar al die andere spulletjes vandaan te halen. Dus die koppeltjes, en daar haal je ook de kreeft vandaan in het kreeftseizoen. In kreeftseizoen, ja. Maar hier zit dan verder weinig. De beste kreeft van de wereld. Ja, beter dan dat bestaat niet. Nee. Wij doen ook alleen maar Oosterschelde kreeft en de rest van het jaar verkopen geen kreeft. Zo. Ik weet nog net hoe die aan moet. Een klein beetje shallot gaat erin. En zo gaan we die koken. Nou, dan hebben we het zeewier. Dus we plukken eigenlijk de mooiste stukken plukken we eruit. En dan die stukken die overblijven, eigenlijk de steel, zal ik maar zeggen. Die drogen we dan weer en dan maken we poeder van. En die gebruiken we dan weer om te zouten of wat dan ook. En zo heeft iedere vis zijn eigen soort zeewier. En op ieder gerecht komt er wel altijd wel weer bier terug. Je gebruikt alles? Ja. Ja, we gebruiken echt alles. Ja, dat is heel belangrijk. Want als nou iets, ik vind altijd, kijk, als je zo'n beestje uit de dingen haalt, uit de natuur haalt, dan is het natuurlijk heel makkelijk om alleen de poten te gebruiken en de rest niet. Maar alles wordt echt gebruikt, altijd en alle tijden. Dus dat is gewoon respect voor de natuur en respect voor zo'n beestje.
Kijk, dan gaat het sapgat hierin. En dan maken we zo de saus van. Deze laten we nog heel even staan van straks. Die saus laten we tussentijd inkoken. Zo. En dan ga ik nog even die zeesla bakken. Dus ik heb wat olie. Nou, ik heb heel simpel aardappelpuree gemaakt. Ja. Dus wat we eigenlijk doen is het land weer terug bij de zee brengen. En dan is er niks dankbaarder dan een aardappel. Dus die aardappels komen uit eigen tuin. Die hebben we hier liggen. En daar hebben we puree van gemaakt. En die hebben we geconfijt. En geconfijt wil zeggen gewoon in olie, op lage temperatuur. En zo'n aardappeltje neemt heel makkelijk smaak op van die zeewier ook weer. En dan bouwen we eigenlijk gewoon weer, wat we er straks aan de kust zagen, bouwen we gewoon, gaan we gewoon weer terug. Hè? Kijk, dat schuim is, dat zien we ook op de golven. Hè? Prachtig. En dan krijg je een stukje zee terug op het bord. Die dingen is heerlijk. Ja, de mossel altijd met mijn handen hoor. Jawel, slekker stok, hè. Slekker stok. Alles wat we straks gezien hebben. Van de mosselen naar het zeewier, naar de schuim. Het is echt prachtig. Het is zo dat hoort, hè. Het is helemaal lekker.